We zitten allemaal in een super onzekere periode. Oh, de kleding. Dit is wel echt een crisis. Ik heb een handje snoep weggewerkt. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik leg jullie heel even neer. Nou, zoals al nu volgens mij een week bekend is, zitten we binnen. Zijn alle evenementen gecanceld waar meer dan 100 mensen kunnen zijn. Nou, dat kwam in als een bom. Al mijn losse optredens die ik had, nou ja, dat waren er nog maar een paar. Want ik had sowieso, zoals ik in mijn vorige vlog al zei, als ik erg op zoek naar iets vast, aangezien Ron Gastro ook dicht moest. Dus ik had nog wel wat losse optredens. Daar was ik heel erg blij en dankbaar mee. Maar die zijn allemaal gecanceld. Ik wacht nu nog op Jesus Christ Superstar. Dat is in april. Dus ik wacht nog even of dat doorgaat. Maar ik denk dat dat ook gecanceld wordt. Ik zit al 3 dagen gewoon thuis. Eigenlijk sinds Mark Rutte die maatregelen heeft genomen zit ik al thuis. Dus dat is meer dan 3 dagen. Ik ga af en toe wel even naar buiten om langs het water te lopen met Eve. Of dat soort dingetjes. Of boodschappen te halen. Ik dacht, ik pak even mijn vlog erbij. Want ik ben alleen. Eve slaapt. En ik voelde me echt een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Ik voelde me een beetje emotioneel. En ik zag ook van alles en nog wat op het nieuws. Er wordt om 5:30 wordt er iets aangekondigd. Ik weet niet. We zitten allemaal in een super onzekere periode. Helemaal ZZP'ers. Omdat, ja... Alles wordt gecanceld. Helemaal als je in de evenementen zit en whatsoever. Nou ja, gewoon bedrijven. Iedereen, de hele economie ligt op zijn gat. En ja, dat is gewoon echt... Het is echt alsof ik in een slechte... Nou ja, wij allemaal in een slechte film beland zijn. Het is gewoon... Ja, ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen. Maar ik dacht, ik film even dit. Ik snap ook echt serieus niet dat mensen... naar kroegen gaan of uit eten gaan en nog hun sociale leven proberen op peil te houden. Want ik denk, het gaat ook niet alleen om jezelf. Het gaat ook om je medemens. Stel je nou eens voor dat jij naar de kroeg gaat en je draagt het virus. Oké, jij merkt er niet zo heel veel van, want je bent nog jong. Je gaat naar je vader en die wordt besmet. Of je gaat naar je opa. Of je oma, die wordt besmet en er is geen plek meer in het ziekenhuis, want het is overal mega, mega vol en die kan dus niet geholpen worden. Ja, wat dan? Daar moet je echt even over nadenken. Dus ik snap ook gewoon niet, blijf gewoon thuis. Het is, zo moeilijk is het niet. Zo, dat is even een frustratie die eruit moest. Jezus. Nou ja, goed. Ik dacht, ik ga vloggen. Want ja, ik zit thuis. Ik kan ook niets anders. En misschien gaat deze vlog helemaal nergens over. Ik weet ook niet precies wat ik ga doen. Maar het leek me wel, nou ja, leuk idee. Leuk is anders. Maar ik dacht, ik deel gewoon wat video's in quarantaine. We moeten toch wat. Ik ben ook TikTok begonnen. Nou, ik ga daar heerlijk op. We moeten er gewoon het beste van maken. En ik wil via deze weg ook gewoon... Iedereen heel veel liefs wensen. Please be safe, be healthy en blijf gewoon thuis, alsjeblieft. Laten we gewoon luisteren en laten we gewoon thuis blijven. Ik noem dit dag 1 van quarantaine, maar dat zijn er al een paar. Maar nu even officieel zo, via de vlog. Ik weet niet wat ik allemaal ga filmen, wat ik allemaal ga delen, wanneer het allemaal online komt. Maar hierbij even dit berichtje. Goedemorgen. Ik zie er een beetje gek uit. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik kom net uit de douche. Gisteren is dus besloten dat alle horecagelegenheden dicht moeten. Alle sportscholen dicht. Alle clubs. Nou ja, gewoon echt alles. Behalve de supermarkten. En gewoon ja, de mensen in de zorg natuurlijk. En dat soort... prioriteit jobs. Dit is officieel, ik zit al wel wat dagen thuis, maar dit is wel officieel, gewoon dag 1 van quarantaine. Zeg maar sociaal quarantaine wordt het volgens mij genoemd, dus dat je niet meer
ja, van alles en nog wat gaat afspreken. Met je vrienden, dat kan ook niet. Want waar moet je heen? Waar moet je lunchen? Waar moet je dineren? Waar moet je een drankje doen? Dus nou ja, ik ben me gewoon lekker aan het klaarmaken voor de dag. Gewoon voor... ja, om lekker te gaan wandelen met Eve, denk ik, ga ik vandaag doen. Even lekker aan het water. Ja, het zijn echt bizarre tijden. Het is echt zo raar. Ik droom ook super onrustig. Ik ben ook, ja, ik weet niet, een beetje, nee, niet heel erg angstig, maar wel gewoon, ik maak me wel een beetje zorgen of zo. Van waar gaat dit nou naartoe? En wat de hele economie ligt op zijn gat. Niemand heeft meer werk bijna. En als we tot 6 april alles sluiten, dan komen er nog meer mensen in de problemen qua werk en zo. En natuurlijk gezondheid boven alles, maar dit is wel echt een crisis gewoon. Zo, gaan we lekker naar buiten, Cookie? Zo, Mick is net naar werk. En nou, we hebben ons helemaal lekker klaargemaakt en we gaan heel even frisse lucht halen. Want het zonnetje schijnt en ja, we gaan gewoon even lekker wandelen. Even wat zon en frisse lucht. Toch? Oké, doei doei. Ga maar zwaaien. Zo, we lopen buiten. En je ziet het al, best wel veel mensen zijn buiten om gewoon frisse lucht te halen. Ik loop aan het water hier. En ja, ik weet niet of jullie me horen met de wind, maar dit doet me echt heel goed. En iedereen kijkt elkaar ook echt zo aan. Iedereen groet elkaar ook echt zo van, ja, we zitten erin, man. Met z'n allen. Maar ja, dit is wel heel fijn. Hi! Lekker aan het genieten, schat. Lekker buiten. De vogeltjes kijken. Oh, zie je vogels? Wauw. Zo, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik leg jullie weer even neer hoor, jongens. Ja, ik ben dus alweer een tijdje thuis en ik heb alweer een heel zak chips leeg gegeten. Ik heb een handje snoep weggewerkt. Ik denk dat ik over 3 weken wel, wel enorm aan ga komen. Als ik zo door blijf gaan. Maar nee, dat moet ik echt niet elke dag doen. Maar ja, als ik echt lekker thuis ben, dan ik moet dan gewoon eten of zo. Hebben jullie dat ook? Dat je echt denkt, oké, nou, ik zit op de bank. Wat ga ik nu maken? Of wat ga ik nu eten? Oh, ik heb zin in chips. Ik heb zin in snoep. Eigenlijk wel zin in pizza. Gaan we wat bestellen? Is er überhaupt wat open om te bestellen? Nou ja, goed. Laat me even weten hoe jullie hierop gaan. Ik ga hier best wel goed op. Alleen mijn lijf niet echt. Ik moet dit echt even niet doen. Laat ik tegen mezelf zeggen dat ik in het weekend mag cheaten. 1 dag van het weekend. En de rest gewoon zo healthy mogelijk. Nou, ik heb vandaag uitgekozen om te cheaten. Het is vandaag maandag. Dus dit wordt een hele lange week. Ik heb trouwens net superleuk een TikTok weer opgenomen. Ja, je moet wat jongens. Ik ben begonnen aan TikTok. En I love it so much. Oh, dit weer, ik hou er ook van. En ik ben ook helemaal een beetje buiten adem door die hele dans. Nou ja, kan je nagaan hoe mijn conditie achteruit gaat jongens. Dit is echt voor niemand goed. Nou heb ik wel echt heerlijk gewandeld. Maar laten we even checken hoeveel stappen ik heb gemaakt. Echt heel weinig denk ik. Oké, ik heb 6000 stappen gemaakt. Oké, 4000 to go. En dan zitten we op 10.000 stappen. En ik wil dat even graag zo houden. Want aangezien ik gewoon, ja, niet naar Rosecycle kan, ook niet gewoon kan gaan sporten, moet ik gewoon alles thuis doen. Dus misschien ook leuk om te delen wat voor oefeningen ik thuis doe. Misschien een soort van home workout doen. Nou doe ik dat echt bijna nooit. Maar ja, we moeten eraan gaan geloven jongens. Hi jongens, het is al wat later op de avond. Het is bijna 9 uur. Eve die ligt te pitten. En Mick die is even eten naar zijn oma brengen. Die woont hier in de buurt, gelukkig. Dus dat kan hij even makkelijk voor haar doen. Super lief. Ja, het zijn hele gekke tijden. Zoals Mark Rutte al zei, we hebben 3 scenario's. Dat vond ik ook best wel heftig om te horen. En voor nu nemen we gewoon inderdaad maatregelen. En gaan we ervan uit dat er nog veel meer mensen dit virus zullen krijgen. Wat me ook best wel angstig maakt. Ik weet ook niet of ik het, ja, misschien heb ik het wel gehad, maar heb ik er niks van gemerkt. Misschien krijg ik het wel, misschien krijg ik het niet.
En hetzelfde heb ik gewoon heel erg bij Mick. Die is natuurlijk wel ontzettend aan het doorwerken bij de dierenartspraktijk. En ja, ik ben met Eva gewoon binnen. En af en toe ga ik naar buiten voor een boodschap. Of gewoon om even frisse lucht te halen. Het zijn echt bizarre tijden. Ik heb vandaag ook, dat heb ik trouwens niet gedeeld. Maar ik heb vandaag ook het horen gekregen dat Jesus Christ Superstar verplaatst wordt. Dus de show komt niet met Pasen. Maar wellicht een andere periode. Maar ja, dat is ook niet erg dat het stuk niet met Pasen komt. Ik bedoel, mensen gaan het heus wel begrijpen door deze crisis dat het dus verplaatst wordt. Ik ben al lang blij dat het verplaatst wordt en niet dat het volledig gecanceld wordt. Ik heb het af en toe best wel zwaar, moet ik ook zeggen. Dat ik af en toe best wel verdrietig erover word of zo. Of echt realiseer van wow, dit is echt even gewoon heavy shit. Ik probeer zo positief mogelijk te blijven. Daarom heb ik gewoon lekker af en toe wat, probeer ik lekker wat leuke filmpjes op te nemen op TikTok. Of probeer ik wat content op Instagram te creëren. Ik probeer gewoon te vloggen. Ik probeer gewoon ja, interactie met jullie ja, te onderhouden en te behouden. Ik weet niet of het een überhaupt goede zin is, maar jullie snappen wat ik bedoel. Laat me weten wat jullie ervan vinden, hoe jullie... hoe het bevalt om ja, toch wel een soort van een beetje in quarantaine te leven. Dit was dag 1. En ik, ja, ik wil niet zeggen dat ik dagelijks nu video's online ga gooien. Maar ja, ik heb toch alle tijd, dus why not? En ja, ik ga nu gewoon deze vlog online gooien. Of tenminste editen. En dan komt hij morgen online. Oh, daar komt iemand binnen. Jongens, bedankt voor het kijken. Be safe, be healthy. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe video. Quarantaine day 2 then. Oh, er kleedt iemand weer. Dag jongens.